Wie boodschappen doet, maakt keuzes. Op de groenteafdeling bijvoorbeeld. Want koop je een hele bloemkool of kies je voor gesneden bloemkoolroosjes in een plastic zak? Dat laatste is lekker makkelijk, maar het voelt niet zo milieuvriendelijk. Waar komt dat gevoel vandaan? Overbodig verpakkingsmateriaal wil je vermijden. En bloemkool in een zakje is al gesneden. Dat gebeurt machinaal en dat kost natuurlijk energie. Is het dan beter om een hele bloemkool te kopen? Die moet je thuis wel nog uitgebreid wassen. En dat kost water. Wat is dan de groenste keuze? Uit onderzoek blijkt dat het grootste deel van de milieubelasting van het eten van groenten zit in de productiefase op het land en niet in de bereidingsfase thuis. Verspilling van voedsel kost daarom het meeste energie. Alle teelt, transport en gekoelde opslag is dan voor niks geweest. Eten weggooien, dat is pas echt zonde. Dus als je een hele bloemkool niet opkrijgt, kun je beter een kleine verpakking voorgesneden bloemkool kopen. De milieubelasting van het elektrisch snijden en het verpakkingsmateriaal is verwaarloosbaar vergeleken met de milieubelasting van voedselverspilling. Wel zijn voorgesneden groenten korter houdbaar. Meteen opeten dus, die bloemkoolroosjes.